voelde me overdonderd. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik was helemaal in shock eigenlijk. Niets vermoedend fietste Lars vanmorgen naar school toen hij plotseling van zijn fiets werd geduwd door een scooterrijder. Er fietste hier een groepje jongeren. Ik kwam aanfietsen. Ik probeerde er langs te gaan. Ineens voelde ik dat ik kaart naar beneden wordt getrokken. Daar lig je. Het groepje fietsers reed door en deed niets om Lars te helpen. Een normaal persoon zou je helpen en opstaan. Maar in plaats daarvan lachten ze me uit. Het hele incident heeft niet alleen Lars van zijn stuk gebracht, maar ook zijn vader. Ja, dat is wel even vreemd. Ik stond op het punt om de douche in te gaan. Ik had vanavond wat afspraken. Dan krijg je ineens zo'n belletje van een overstuurde zoon die huilend uitlegt dat hij van zijn fiets is geduwd. Dus dan schrik je wel eventjes. Dan gaat natuurlijk van alles door je heen van ja, wat is er aan de hand? Hoe ernstig is de schade op dat moment meteen al? Dus ik ben meteen ook in de auto gesprongen en deze kant op gekomen. Lars is nog helemaal van slag en kan amper bevatten wat er is gebeurd. Ik voel me nog steeds wel, ik voel me apart meer. Ik moet nog steeds realiseren wat er gebeurd is. De dader heeft zich inmiddels gemeld op het politiebureau. Lars en zijn vader hebben contact met hem en zijn familie.